heeft er een boek van mij gelezen? Zo, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Bijna iedereen. Wie heeft de Big Reset al gelezen in Nederlands of in het Engels? Alsof je de helft. We staan buiten met een stapeltje. Hij is hier te koop voor een tientje. In de winkel bijna 20 euro, dus doe er uw voordeel mee. Ik heb hem net verkocht in China. Hij komt uit in het Chinees, of Mandarijn moet ik eigenlijk zeggen. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik kreeg net een tweet gisteren van iemand die zei, hij ligt ook hier in de boekhandel in Bangkok, in het Engels. En hij is net verkocht in Duitsland. Er komt ook in Duits uit, dus dan hebben we vier talen. Dus wat dat betreft, of ik ben een grote oplichter, of het verhaal begint toch internationaal aardig aan te slaan. Ook dat moet de toekomst uitwijzen. Want in dit boek leg ik eigenlijk een theorie neer. Daar ga ik nu wat meer over vertellen. En nogmaals, het is een theorie. Het is mijn theorie over hoe de toekomst van ons geldsysteem eruit gaat zien. En nogmaals, ik kan het helemaal mis hebben, maar het boek heeft zo'n 300 voetnoten. En ik heb geprobeerd elke bewering, elk feit wat ik noem aan te tonen dat niet uit mijn dikke duim komt. Eventjes heel kort. De basis. Wat is geld? Twee hoofdfuncties van geld. Het moet een ruilmiddel zijn, medium of exchange. Dat kunnen schelpen zijn, kralen of wat dan ook. Maar geld, zoals wij dat kennen, is daar redelijk goed voor te gebruiken. Hè? Is daardoor vrij succesvol geweest. En dat ruilmiddel moet liefst gedekt zijn door iets van waarde. Want waarom zou een boer een koe ruilen tegen een paar stukjes papier? Dat doet die boer alleen als die paar stukjes papier voor iets van waarde staan. Dat was vroeger ook zo, nu niet meer. En wat dat betreft zijn we allemaal hersenspoed. Andere functie van geld is dat het een store of value moet zijn. Je moet je vermogen er veilig in op kunnen slaan, liefst voor generaties lang. Dus er mag echt geen inflatie zijn, anders is het geen goede store of value. En dat geeft meteen aan wat het probleem is van het huidige systeem. Want centrale bankiers die kloppen zichzelf op de borst op dit moment als er maar 2% inflatie is. Maar 2% inflatie over een generatie laat je geld waardeloos zijn. Een auto van 100.000 gulden was in 1999 een hele dikke Mercedes. Omgerekend nu in euro's is de goede middenklasse. En dat is wat er met de waarde van uw geld gebeurt. De Romeinen wisten het al. Ik ben bezig met een nieuw boek. Daar hoop ik mezelf 3, 4, 5 jaar de tijd voor te geven in plaats van elk jaar een boek. En dat boek, in dat boek wil ik beschrijven hoe het komt dat financiële, of dat de grootste rijken die we hier op aarde hebben gekend, eigenlijk allemaal te onder zijn gegaan aan debasement of currency. Dus het uithollen van de waarde van hun geld. En ik lees weinig analyses waarbij het ondergang van het Britse Rijk wordt toegewezen aan de debasement of currency. Terwijl dat volgens mij wel het geval is. Want kijk hier wat er is gebeurd. Voor Christus zat er in het geld waarmee Romeinse soldaten werden betaald enorm veel zilver. Uiteindelijk debasement of currency, precies hetzelfde wat nu met de dollar gebeurt. Uiteindelijk was die munt waardeloos geworden. En niet voor niets stortte het Romeinse Rijk kort daarna in. Je hebt gedekt geld en ongedekt geld. En het wonder van het ongedekte geld was al in de 13e eeuw bekend in China. De keizer maakte geld uit de schors van de speciale boom. Op namaak staat de doodstraf. Dat is nu nog steeds zo. De keizer kan dus evenveel geld scheppen als de waarde van alle waardevolle bezittingen op de hele wereld samen. Dat schreef Marco Polo, die met zijn oom in de 13e eeuw naar Azië trok en daar dat geheim ontdekte. En de machthebbers in Perzië, het huidige Iran, probeerden dit ook te introduceren, maar daar wilde het volk waardeloos geld niet accepteren. Inmiddels is het in heel de wereld een groot succes. Voltaire zei het al in de 17e eeuw, 18e eeuw. Papieren geld, ongedekt geld, gaat uiteindelijk terug naar intrinsieke waarde en dat is nul. In mijn boek, ik had het hier bij me willen hebben, staat achterin een lijst van, ik geloof, 30 pagina's met alle valuta die zijn verdwenen in de loop der tijd. Dit is de laatste pagina van die 30 pagina's. De meest succesvolle valuta was de euro, die na 188 jaar verdween. Dus het is gewoon een feit, valuta komen en gaan. Valuta verdwijnen altijd. En ongedekte valuta verdwijnen dus per definitie. Dus het is niet de vraag of ongedekte valuta verdwijnen, alleen wanneer. We hebben veel monetaire resets gehad, monetaire herzieningen in het verleden. Een paar die we misschien nog herinneren uit de geschiedenisboekjes 1911.
kwam er een einde aan de Britse goudstandaard. Het pound sterling was toen eigenlijk de wereldreservemunt. In 1944 maakte Amerika gebruik van de overwinning in de Tweede Wereldoorlog door eigenlijk een nieuw financieel systeem te introduceren waar Amerika heel veel voordeel bij had. En ontstond er een nieuwe goudstandaard. In 1971 kwam daar een einde aan. Dat zijn allemaal resets geweest binnen het huidige financiële systeem. En dat is dus ook mijn stelling, als we al verschillende resets in dat financiële systeem hebben gehad, is het heel erg te verwachten dat we een nieuwe reset gaan krijgen in het financiële systeem. En niet dus een overgang naar een totaal nieuw systeem. Niet een overgang opeens naar een bitcoin. Een bitcoin is een leuke alternative currency, maar zal niet een hoofdcurrency worden, is mijn mening. Ongedekte valuta is een ontwikkeling geweest die we met name hebben gezien de afgelopen 100 jaar. Hier zie je wat er is gebeurd met de dekking, de solvabiliteit van Nederlandse banken. Hoeveel eigen vermogen houden Nederlandse banken aan ten opzichte van uitstaande verplichtingen, uitstaande kredieten. Vroeger, 100 jaar geleden, was het eigen vermogen van banken meer dan 30%. Er zijn allemaal bankwetten gekomen, allemaal herzieningen. Het eigen vermogen van banken was voor de crisis rond de 3-4% als je de off-balance verplichtingen erbij optelde. En dat betekent dat maar 1-2% van de uitstaande kredieten, daar hoeft maar iets mis mee te gaan en dan valt de bank om. En dat was dus ook de verklaring waarom al die banken zo snel omvielen nadat in Amerika de huizenprijzen begonnen te dalen. En je ziet nu een hele kleine uptick. En in Zwitserland proberen ze dit naar de 20% nu te brengen, maar dat is een groot probleem. Want de enige manier om dit te verbeteren is er eigenlijk meer aandelen uit te geven, eigen vermogen te vergroten of winsten in te houden. En dat verklaart trouwens ook de grote spread, de rentespread die banken nu aanhouden. Banken moeten simpelweg meer vet op de botten krijgen en dat doen ze daarmee. Ik zei net al, geld kan alleen maar goede vermogensbeschermer zijn als er weinig inflatie is. Nou, weinig inflatie, dat hadden we honderden jaren, omdat we namelijk een soort goud en zilver gegarandeerde systemen hadden. Op een gegeven moment, 1913, wordt de Federal Reserve opgericht. Begin van alle ellende, ook begin van alle rijkdom, maar in ieder geval begin van alle monetaire ellende. En je ziet, de inflatie begint steeds meer toe te nemen. En waar we vroeger perioden hadden van prijsdeflatie, komt dat bijna niet meer voor. En wat dat betreft is de opkomst van de centraalbankieren, Chicago-style zeg maar, is een garantie voor geldontwaarding, debasement of currency. En daarom moet je met je vermogen wel vluchten naar alternatieven. Waar ga je dan naartoe? Vroeger vluchtte je naar staatsobligaties, is nu levensgevaarlijk. Beleg nu in alles wat de overheid niet bij kan drukken. De overheid kan geld bijdrukken en staatsobligaties. Levensgevaarlijk, want ik zie grote schuldsanering komen in staatsobligaties. Daar ga je heel veel geld verliezen. En wie beleggen met name in staatsobligaties? Natuurlijk onze pensioenfondsen, omdat het zogenaamd veilig is. En ze doen het allemaal, dan kunnen ze laten zeggen, ja, maar niemand had het aanzien komen. Niemand heeft het boek van Willem gelezen. Dollar was ook altijd een veilige haven. Nou, de dollar-devaluaties, het is officiële politiek van Amerika om de dollar in waarde te laten dalen, gecontroleerd. Er is ook geen veilige haven meer. Dan ging je met je geld naar de Zwitserse francs. Maar de Zwitsers, die zagen hun toerisme en industrie in elkaar storten omdat de Zwitserse frank te duur werd. Dus de Zwitsers hebben een Zwitserse frank vastgekoppeld aan de euro. Dus de Zwitserse frank is nu net zo zwak als de euro. De euro is net zo zwak als de Britse pond. En die is weer net zo zwak als de Amerikaanse dollar. En die is weer net zo zwak. Nou, niet zo zwak als de Japanse yen. Dus we hebben nu alle valuta in de wereld, ze eigenlijk aan elkaar gelinkt, ze allemaal even zwak. En blijven dus ten opzichte van elkaar keurig liggen, maar ten opzichte van een aantal andere dingen niet. Cash is ook een veilige haven altijd geweest, maar pas op met te veel cash op de bank. Want in Cyprus hebben we geleerd dat de overheid dat in een achternamiddag gewoon van je af kan pakken. En daar kan je niks tegen doen. Blijft er eigenlijk over goud. Iedereen denkt dat goud een dramatische belegging is en dat het alleen maar daalt, al 4 jaar op rij. Nee, kijk eens, in de Amerikaanse dollar, 14 jaar, maar 1 jaar is negatief geweest, 2013. Alle jaren is goud positief rendement gegeven, in geld uitgedrukt. En dat zegt genoeg. Het is namelijk niet goud wat meer waard wordt, het is de dollar die minder waard wordt. Het is de valuta die minder waard wordt. Alle valuta worden minder waard ten opzichte van goud. Over een periode van 5 of 10 jaar. Gewoon period. En met de huidige QE, de huidige monetaire gekte wereldwijd, is het een garantie dat dit in de toekomst, dat dit effect in de toekomst ook zo zal zijn, alleen maar groter zal worden.
En ik ben dol op autoriteit, of als ze met pensioen zijn, dan worden ze eerlijk. Of voordat ze aan hun carrière beginnen, want dit is namelijk... Oh, dit is een uitspraak uit 2011. Ik kom straks nog met een uitspraak uit 1966. Alan Greenspan was heel eerlijk voordat hij in Washington ging werken. En toen hij weg was met pensioen, want kijk wat hij zei. The rising prices of precious metals and other commodities are an indication of a very early stage to move away from paper currencies. Dit is de grote tovenaar, dit is de grote geldgoeroe. En die weten dus, in 2011 zei hij dat al. En toen was goud nog niet eens zo vreselijk hoog. Maar hij zei dus, dit is de allereerste fase van de vlucht uit papier. En allereerste fase zeg je dus dat er ook een tweede, derde en vierde fase komen. En wat dat betreft, ze weten het precies. Want wat gebeurde er na de crisis? Moest het systeem worden gered en de monetary base, eigenlijk hoeveel oergeld er wordt gecreëerd, dat explodeerde, zoals hier te zien is, QE1, 2 en 3. We hebben nu gehoord van de Fed dat ze aan het taperen zijn. De Fed gebruikt altijd de meest vreemde woorden om te vertellen wat ze doen. Taperen houdt dan volgens mij in, als ik de Fed moet geloven, dat ze minder geld bijdrukken. Ik heb net even gekeken. H4.1 is het document waarop de Fed bijhoudt hoeveel geld ze creëren. Geldcreatie afgelopen week 30 miljard in één week. Terwijl ze ons hebben verteld dat ze dat in een maand gaan creëren. Nou, het bedrog van de Fed kent echt geen grenzen. De geldontwaarding ook niet, want kijk eens wat er met deze munten is gebeurd. De geldontwaarding ten opzichte van goud vanaf, zeg maar, het begin van het nieuwe millennium. Dus als je wil weten wat currency debasement is ten opzichte van de oervaluta, want goud is gewoon oervaluta, goud kent geen goudontwaarding. Ik was in een museum in Londen, daar lag een Romeins gouden muntstuk, 8 gram goud. Daar kon je een paar honderd liter goedkope wijn van kopen, stond erbij, hè, 2000 jaar geleden. 8 gram goud, nu is het €350. Ik was in Frankrijk bij een Franse wijnboer. Als je container meeneemt, krijg je een paar honderd liter goedkope wijn voor €350. Dus goud heeft een vaste koopkracht al 2000 jaar. Het geld verandert, niet het goud. Dus als je de goudprijs ziet stijgen, dan is er dus iets aan het veranderen in de waarde van geld. Niet in de waarde van goud. Dat is heel belangrijk om te onthouden. Nou, het is natuurlijk een beetje een truc, hè? Als je maar de schaal apart genoeg maakt, dan gaat het iets als een raket omhoog. Maar dit is de Amerikaanse staatsschuld, mensen. Hier was Clinton president en was de begroting in balans. Toen kwam de jonge Bush met 2 oorlogen die hij op de pof financierde. En toen kwam er de change you can believe in. Tja. Obama heeft in zijn eerste termijn de staatsschuld met 6500 miljard laten groeien. Dat is meer dan de totale staatsschuld groeit in alle 43 presidenten die voor hem aan het bewind waren. Is Obama dan zo'n vreselijk monetair drama? Nee, Obama die erfde de financiële crisis en moest wel optreden. Maar om de zaak even in verhouding te zien. Nou, dit is de balans van de Federal Reserve. Die was een 900 miljard groot. Hè? Ook al geld uit niets gecreëerd, die 900 miljard voor de crisis. Toen kregen we de grote crisis en kijk wat er sindsdien is gebeurd. Amerika moet alle eigen staatsobligaties opkopen, omdat de Russen en Chinezen het niet meer willen kopen. Daarover straks meer. En Amerika moet bijna alle eigen hypotheekobligaties opkopen, omdat de financiering van de Amerikaanse huizenmarkt, die is helemaal vastgelopen op een normale manier na de crisis. Wat is de officiële politiek nu? Hopen en bidden dat het zal werken, nog meer geld creëren. En de hartslag van de economie is de korte rente. Nou ja, als je dit op het cardiologie-scherm ziet, dan weet je dat de patiënt bijna overleden is. In Japan hebben ze besloten af te rekenen met de deflatie. Daar hebben ze al 10, 15 jaar deflatie. En ze hebben gezegd, we gaan de monetaire basisgeldhoeveelheid gaan we verdubbelen in een paar jaar. Want dan kunnen we inflatie creëren. En wat je ook natuurlijk creëert is meer debasement of currencies. Je gaat de waarde van je munt nog meer uithollen. En we hebben de yen sterk in waarde zien dalen de afgelopen tijd. Nou, hoeveel geld klotst er rond in de wereld? Valt me altijd op, zelfs in de financiële wereld. Niemand heeft echt meer verstand van de echt grote getallen. Een miljoen snappen we nog, een miljard vinden we al moeilijk. En daarna wordt het heel erg moeilijk. Maar in de wereld klotst 250.000 miljard rond. Geld van spaarders, pensioneerden, verzekeraars, allemaal op zoek naar rendement. En waar zit dat in? Stockmarket, dus aandelen, staatsobligaties. Nou, je ziet het allemaal staan. Nou, een hele hoop van dit geld, het meeste van dit geld, zit in obligaties. Dat zijn allemaal schuldpapieren
waarvan we hopen dat het ooit wordt terugbetaald, maar weten uit de geschiedenis dat staatsschulden er nooit worden terugbetaald. Of nee, dat zeg ik niet goed. Staatsschulden worden eigenlijk altijd doorgerold. En er is maar één land die altijd alle staatsobligaties keurig heeft afbetaald. En welk land is dat? Zwitserland. Het enige land op de wereld die altijd haar staatsobligaties allemaal heeft afgelost. De rest van de landen is vaak 6, 3, 4, 5, 6 keer binnen 100 jaar in default gekomen, waarbij je dus je inleg verliest. Bill Gross is de obligatiekoning van Amerika. Die heeft een PIMCO gebouwd, handelt eigenlijk alleen maar in obligaties. Obligaties zijn paper assets. Als Bill Gross je vertelt dat je real assets moet gaan kopen, dat is hetzelfde als dat je autodealer je vertelt als je de volgende auto komt kopen, nee, doe dat maar niet, koop maar een OV-jaarkaart. Weet je, dit is zo vreselijk schokkend en we vinden het allemaal normaal. Dat is al in 2012, maar hij heeft door dat die basement of currency aan de gang is. Hij weet dat je nooit met een 30 jaar staatsobligatie wordt uitbetaald in valuta met dezelfde koopkracht. Dus hij zegt, ga steeds meer real assets kopen. Nou, dat doen we bij het fonds ook. Wij luisteren gelukkig wel naar hem. En kijk eens hoeveel geld er dus rondklotst. Alleen al de valuta of alle real estate 150.000 miljard ook waard. De global bondmarkt, dus al die staatsobligaties 90.000 miljard. En alle zilver op aarde geproduceerd dit jaar 23 miljard. En zilver, argent in Frans, was ooit het oergeld met goud. Argentinië, argent, is het land van zilver, is nu failliet. Maar besef dus de verhoudingen in geld, mensen. Er zijn nu, waren het niet 2300 miljardairs op aarde, een nieuwe cijfer, 15% meer, 2300 miljardairs. 1 miljardair kan de hele zilvermarkt leegkopen en laten exploderen. Als 1 miljardair een miljard, ik heb het John de Mol geadviseerd, hij keek me glazig aan. Ik zeg, jij kan de hele zilvermarkt laten exploderen en van het 500 miljard wat jij in die markt stopt door fysiek zilver op te kopen, die 500 miljard wordt 50 miljard waard. Want je koopt je eigen bezit omhoog. Maar goed, hij bedenkt liever tv-spelletjes. En daar is hij goed in. Er is inmiddels zoveel schatkistpapier, zoveel staatsobligaties zijn er gecreëerd, dat het met de satelliet vanuit de ruimte is te zien. Net als de Chinese muur. Dus die Chinezen die zijn een beetje nerveus geworden. Want die Chinezen die dachten van, die hadden ook naar Alan Greenspan geluisterd. En die zeiden al in 2006 dat wij moeten gaan hedgen, wij moeten gaan diversificeren. Er zit te veel geld in paper assets. Zeiden ze al in 2006, hè, voor de crisis. En in China, 2006, was de goudmarkt niet ontwikkeld. Tot 2005 mocht een particuliere Chinees geen goud bezitten. Overblijfsel uit de communistische Mao, uit die ideologie uit het rode boekje. Pas in 2006 is de goudmarkt vrijgegeven in China. Dus de Chinezen die kwamen erachter dat we moeten die dollarpositie gaan hedgen. We geven die goudmarkt vrij en kijk wat er is gebeurd. De wereldwijde goudproductie uit goudmijnen is 3000 ton, mensen. 3000 ton per jaar. En China koopt 2000 ton. En de goudprijs daalt. No asset is safe now. Dit is een rapport van het begin dit jaar. The only choice to hedge risk now is to hold hard currency, gold. Dus noem mij een goudgekkie, maar dan zijn de Chinezen het ook. En die Chinezen is de enige cultuur die al 2500 jaar bestaat. Het is de enige cultuur die al 2500 jaar alles heeft overleefd. En die Chinezen snappen goud. China heeft een officiële strategie. Officiële strategie, we weten dat doordat Koos Jansen, is hij hier Koos? Nee, komt waarschijnlijk later nog, Koos Jansen van In Gold We Trust. Koos, fantastisch verhaal, is een freelance geluidsman, kwam in de ziektewet, had tijd over, had mijn boek gelezen en ging zich verdiepen in de Chinese goudmarkt, waar we alles van wilden weten, maar waar niks over bekend was. En Koos heeft samen met mensen in China Chinese documenten vertaald in het Engels en daardoor weten we pas sinds een jaar wat de officiële monetaire strategie is van China. En die strategie is dat de overheid wil dat goud net zo strategisch wordt behandeld als olie en energie. En dat de Chinese Communistische Partij officieel alle
1,3 miljard Chinezen oproept om goud te kopen. Waarom? Omdat ze weten, in tijden van crisis kan je dat innemen van je burgers. Koop je dat gewoon voor geld. En daarmee vergroot je dus de kracht van dat land. We should achieve the highest gold reserve in the shortest time. Dit is dus van een paar jaar geleden. We should achieve the highest gold reserves in the shortest time. Daar zijn ze dus nu mee bezig. En de goudprijs topte in 2011 en crashte sindsdien. Schiet mij maar lek. Dat kan dus alleen als die goudprijs grandioos wordt gemanipuleerd. Waarschijnlijk in samenspraak met China, omdat de Chinezen die willen niet duur kopen, die willen laag kopen. China kocht enorm veel staatsobligaties tot 2010. Toen zijn ze gestopt. Omdat na de crisis van 2008 ze doorhadden dat de Federal Reserve de geldkraan wagenwijd open zou zetten. China had Als de Dollar Valt gelezen en door dat de goudprijs werd gemanipuleerd. Nou, dat is niet uit Als de Dollar Valt, maar China heeft dus door dat Amerika een smokescreen heeft opgetrokken rondom de wereld van het goud. Waarom? Omdat het in het belang is van Amerika to put down other currencies en to maintain the US dollar hegemony. Dus die Chinezen die snappen alles helemaal. Die hebben Amerika helemaal door. Maar die Chinezen zijn heel slim. Die houden iedereen te vriend. Houden Poetin te vriend, houden Amerika te vriend. Maar ze houden het vloerkleed vast waar Amerika op staat. Want als China haar dollars dumpt morgen, dan valt heel Amerika om. De Chinezen hebben een enorme onderhandelingskracht en macht. En die gebruiken ze nu. The gold is useless story die de Amerika verspreidt. Ze zeggen dat steeds mensen hebben door dat onzin is. Bloomberg, het begint ook zelfs door te dringen nu tot Amerika, dat er een verschil is in hoe die goudmarkt wordt bekeken. Dus die westerse bankers zeggen allemaal dat goud dat doet er niet toe, dat is oud en dat gaan we uit. Ze hebben nog liever bitcoin dan goud. Maar dat Azië goud ziet als de key to the global monetary system. Daar moet eigenlijk het woordje new nog bij staan. Dus Bloomberg heeft nu ook door dat voor Azië goud is de key to the volgende, to the next phase of the monetary system. En ik denk, en nu ga ik heel erg speculeren, maar het wordt nu wel heel interessant. Ik denk dat de Chinezen en de Amerikanen vreselijk in een wurggreep hebben. Want Poetin, dat weten we, van Paulson, wie was Paulson ook alweer? Paulson was minister van Financiën tijdens de Amerikaanse kredietcrisis. En Paulson heeft bekendgemaakt, in een interview, een half jaar geleden, dat Rusland China heeft gebeld, midden in de crisis, met een voorstel om gezamenlijk de dollars te gaan dumpen die ze hadden. Om Amerika helemaal onderuit te halen. China heeft daar nee op gezegd. Maar besef wat de implicaties hiervan zijn. Dit is dus Rusland, Poetin stelt naar China voor om een volledige economische oorlog te beginnen door de dollar onderuit te halen. Dit was dus een jaar nadat Als de Dollar Valt publiceerde, hè, 2 jaar daarna. Maar de Chinezen hebben Amerika gered. De Chinezen hebben dus hier niet aan meegewerkt, maar hebben dat natuurlijk Amerika wel fijntjes laten weten. De jongens, we hadden ook die dollars kunnen dumpen. Dus die Chinezen hadden onderhandelingsruimte. Maar die Chinezen wel gestopt met het kopen van nieuwe dollars, van nieuwe staatsobligaties. Dus dat is heel interessant. Dus die Chinezen besluiten niet dollars te dumpen, want dan was het systeem ingestort, was hun belangrijkste klant failliet gegaan in Amerika. Hebben dus nee gezegd tegen Poetin, maar zijn wel gestopt met het kopen van nieuwe staatsobligaties. Hebben wel tegen Amerika dus gezegd, hier werken we niet meer aan mee. En als China de staatsobligaties niet meer koopt van Amerika, wie moet het dan doen? De Federal Reserve. En dat was de start van QE1, QE2, QE3. Dus Amerika is overgegaan tot monetaire financiering. De Zimbabwaanse oplossing, erg succesvol in Zimbabwe. Was ook erg succesvol in de Weimar Republiek. En dat vinden we allemaal normaal. En Rusland is sinds het uitbreken van de crisis, dat was hier, enorm veel goud gaan kopen. Dus op het hoogste niveau. Onze beleggers vragen vaak, Willem, wat moet ik doen? Dus ik weet het ook niet, maar dan kijk ik naar wat Rusland doen en China doen. En als die goud gaan kopen, dan denk ik, nou, dan zal dat wel slim zijn. Dan gaan we daar mee doen, want die jongens weten hoe de hazen lopen. Bloomberg, die zit erg
On top of the ball, laatste jaar moet ik zeggen. En die zijn nu achtergekomen dat China en India samen, dus we hebben het eens over Rusland, meer goud vragen dan de hele wereldproductie bij elkaar is. Dus dan hebben we nu twee landen, ja inderdaad grote landen, die vragen nu elke maand meer goud dan de hele wereld goudproductie die maand. En de goudprijs daalt. En dit is nou van die fantastische legale voorkennis. Want als we zouden weten dat China en India meer aardappelen kopen dan er op de wereld aan aardappelen wordt verbouwd, dan weten we zeker dat de aardappelprijs omhoog gaat. Dat weet je zeker. En als de markt, als de aardappelprijs naar beneden gaat, dan denk je, ik ga nu zoveel mogelijk aardappelen kopen, die leg ik in het koelhuis, want over een jaar is die aardappelprijs veel hoger. Nou, dit gebeurt er nu dus in de goudmarkt. Jongens, it's a gift from heaven. Gift from heaven. Wees elke dag dat de goudprijs daalt, wees blij. Ga op je knieën, dank de lieve Heer. En voor zilverprijs nog veel meer. Het is bizar. Bloomberg zegt dat China geen 1000 ton officiële goudreserves heeft, maar inmiddels 3000 ton. Drie keer zoveel. Maar die Chinezen houden dat stil. Die zijn in het geheim, want die teksten waren nooit vertaald in het Engels. Ze zijn nu voor het eerst vertaald in het Engels. Was alleen in China bekend. En wat zien we? Dit zijn de fysieke uitleveringen in Shanghai. Dit was de grote aanval op de goudprijs in april vorig jaar. Daarna zijn die Chinezen als een dolle gaan kopen en de Indiërs ook. En de Indiërs kochten zoveel goud dat het moest allemaal geïmporteerd worden. Dat de betalingsbalans helemaal uit het lood sloeg. En toen stortte de roepie in en was een grote bedreiging voor de hele economie in India. Het heeft men in India gezegd, we gaan een hoge invoerrechten heffen op goud. 10% heffing. Om daarmee tekort op de betalingsbalans te redden. En daardoor is de goudimport in India ingestort. Eventjes, een paar maanden, is nu weer helemaal teruggekomen. Maar de smokkel van goud naar India, die was enorm. Want wie goud kocht in Dubai, eventjes een stukje met de boot ging, die kon dat met 10% winst verkopen in India. Dus er spelen enorm interessante dingen op die markt. Maar nu wordt het echt leuk. Ik vertel al dat China, Amerika in een financieel-economische wurggreep volgens mij houdt. Hè? Nogmaals mijn theorie. En toen in oktober vorig jaar zag ik dit bericht. JP Morgan verkoopt een belangrijk gebouw in Manhattan aan de Chinezen. Een vastgoedtransactie, riep iedereen. Gewoon Chinezen kopen voor 700 miljoen een gebouw. Niets aan de hand. Maar een paar mensen op internet die begonnen zich te verdiepen in wat was dat nou voor gebouw. En toen werd het interessant. Het ging om dit gebouw. Dit is het World Trade Center, waar ooit de toren stonden. Dit is de Federal Reserve New York. Hier ligt het Nederlandse goud. Hier ligt het Duitse goud. Waarom ligt dat hier? Omdat dit is gebouwd op de bedrock, het oergesteente waar Manhattan op is gebouwd. 4 miljard jaar oud gesteente. Goud is zo zwaar, dat kan je niet hier in de klei leggen. Dan zakt het echt, dan krijg je een soort meltdown, maar dan... Dat goud zakt door de bodem. Hier ligt, waarom is dit gebouw niet hoog? Het gaat om de 30 meter onder de grond. Dat zijn de grootste goudkluizen ter wereld. Het JP Morgan gebouw is op dezelfde manier gebouwd. We hebben de bouwtekeningen. Daar liggen de grootste particuliere goudkluizen, 30 meter diep. En de goudkluizen van de Federal Reserve en van JP Morgan zijn zelf met elkaar verbonden met een tunnelsysteem. Als JP Morgan haar belangrijkste gebouw in Amerika verkoopt aan de Chinezen, dan is dat gebeurd met instemming van het Witte Huis. Dat kan niet anders. Het is gebeurd met instemming van de Federal Reserve. Kan niet anders. En het is gebeurd met instemming van de Communistische Partij. Het is door de grootste private investeringsgroep van China gekocht. Dus het is geen staatstransactie, het is officieel gewoon een vastgoedtransactie. En dan heeft China dat niet gekocht voor de 70 kantoorverdiepingen daarboven. En we weten dat China Amerika enorm onder druk heeft gezet door in 2010 te stoppen met het kopen van staatsobligaties. En nogmaals mijn hypothese, maar ik ben er 100% van overtuigd dat China heeft geëist... Jongens, wij volgen niet Rusland om ze te dumpen, maar we kopen ze niet meer. En jullie gaan ons nu in staat stellen voldoende goud te kopen. Tegen lagere prijzen, want we willen geen recordprijzen betalen. Dus wat is er gebeurd sindsdien?
China stopt met kopen van staatsobligaties. Amerika zorgt ervoor dat de goudprijs sterk naar beneden komt. En China mag in 2013 het belangrijkste gebouw kopen van Manhattan om een deel van het goud in te bewaren waar ze zoveel behoefte aan hadden. Dus kennelijk heeft China gezegd, we zijn niet zo gek als Nederlanders en Duitsers die hun goud aan de overkant laten liggen waar ze de sleutel van de kluis niet hebben. Wij willen best een deel van ons goud in Manhattan bewaren, maar we willen wel de sleutel van de kluis. En dit is de sleutel van de kluis. En als het moet komt er een Chinese fregat en die legt hier aan en kan het zo. Want, ja, lach er maar om. ING hier vooraan, die zit te lachen. Maar de Fransen hebben eind jaren 60 hun fregatten naar Amerika gestuurd om het Franse goud op te halen. En dat was het einde van de London Gold Pool. En dat was het einde van de Amerikaanse goudstandaard. En wat gebeurde met de goudprijs? Die ging van $35 per ounce naar $800 per ounce in de 13, 14 jaar daarna. En mensen, er staat weer zoiets te gebeuren. Oh, dat is wel grappig. Die Chinezen hebben dus dat goud gekregen, hebben dat gebouw gekregen. En wat zien we? Ze beginnen weer staatsobligaties te kopen. China wil openlijk af van de dollar. Dit is een opiniestuk geweest, verspreid door het staatspersbureau. Let op, hè. Opiniestuk, verspreid door het staatspersbureau, dus gewoon eigenlijk de communistische partij, zegt dat het systeem moet worden veranderd. We moeten een grotere stem krijgen. De Wereldbank, het IMF, dat zijn allemaal Amerikaanse instituten die eigenlijk in 1944 ook in Bretton Woods zijn opgericht om ons allemaal onder controle te houden in de financiële wereld. En die Chinezen zeggen er moet ook een nieuw international reserve currency komen to replace the dominant dollar. Het staat er gewoon, het is niet meer een theorie, het is gewoon feit. Chinezen roepen op om de wereld te de-Amerikaniseren en er moet een nieuw systeem komen. De Russen roepen dat ook. Ja, als je zelf gaat citeren, dat is altijd heel zwak, maar ik ga het nu toch doen een aantal keren, want niemand anders schrijft erover, dan moet ik het maar doen. Ik heb een blog geopend. Gaan we even naartoe. Had ik even vooraan moeten zetten. Maar het is heel, heel belangrijk. Ik maak er bijna geen publiciteit voor. Ik heb er ook geen abonnement op. Het maakt me niet uit of u er komt of niet. TheBigResetBlog.com. Bij TheBigResetBlog.com ga ik door waar het boek stopt. Het boek stopt op een gegeven moment, gaat naar de drukker. Maar het nieuws gaat door. Het enige wat ik doe op deze site is het nieuws volgen wat er verschijnt over de Big Reset ontwikkeling. En wat zegt de grootste bank van China deze zomer op een conferentie? He confirmed that a new global currency setup is being conceived. Nou, dat klinkt als een Big Reset. Grootste bank van China. Weer gekoppeld aan die status van de dollar waar ze van af willen. En dan was ik in Peking 2 weken geleden voor het ondertekenen van het contract van mijn boek op de Beijing Book Fair. En het is fantastisch, er zit er dus een topman van de grootste academische uitgeverij van China, van de staatsuniversiteit, de Renmin University, daar wordt de elite opgeleid. En die zit aan de pers daar te vertellen waarom dit boek zo belangrijk is, omdat daar... daar nemen ze me serieus, dat is wel grappig. Het FD heeft nog nooit over me geschreven, weet je. De FD zwijgt me gewoon dood. Dat is zo grappig. Elsevier trouwens ook. Maar moet je lezen? We hadden gevraagd, stuur nou even 2 regels op voor het persbericht. Ik ga het zelf niet voorlezen, want dan ga ik beschamen. Maar lees het. Ik ben trouwens geen econoom, hoor. Dus dat is fout. De rest zal ook wel fout zijn. U snapt hem, hè? Dus de Chinezen, die herkennen er iets in, laten we dat zo maar formuleren. Dat vind ik wel leuk. Ik wist niet wat ik meemaakte, jongens, daar. Als ik had mogen dromen hoe de ontvangst in China was geweest, dan was het zo ongeveer zoals dit geweest. OMFIF is een think tank in Londen, monetair think tank, heel interessant wat daar gebeurt. Ik vind het heel eervol, ik ben in de advisory board opgenomen, er zitten nog 150 man in, ook Lubbers en Bolkestein, een mooi gezelschap, maar OMFIF heeft een studie gedaan, ze hebben net een tour gedaan in Azië de laatste paar weken, en die hebben een studie geschreven, staat op de website, en daarin staat er dat de US en de IMF are moving towards acceptance of the renminbi
to be part of a redrawn version of the IMF special drawing rights. Dus wat hier staat is dat zij horen in China dat Amerika en het IMF werken aan een nieuwe versie van de special drawing rights van het IMF. En die special drawing rights van het IMF, dat is interessant, want in mijn boek betoog ik dat dat de nieuwe wereldmunt zou kunnen gaan worden. Wat is die special drawing rights van het IMF? Die bestaat al enkele tientallen jaren. Die is ontdekt of opgezet eind jaren 60, toen de eerste dollarcrisis dreigde. En het IMF heeft toen een soort IMF-geld gemaakt. Dat IMF-geld bestaat voor 40% uit dollars. Nou, hier staat het. En er wordt nu gesuggereerd dat dit een nieuwe versie is van de SDR. En die zou dan rond 2020 geïntroduceerd kunnen worden. Dus er zitten de roebel en de yen en de renminbi in. En dan zou je dus een soort mondiale wereldmunt kunnen krijgen waar we internationaal mee gaan afrekenen. Dat kan dan vervangen zijn voor de dollar. Amerika en het IMF werken hier mee samen. Hè, werken aan dit plan, zoals de Chinezen zeggen. En waarom? Omdat de dollar nog steeds een hele belangrijke functie in die munt houdt. En omdat Amerika liever heeft dat ze overgaan naar deze fase van het systeem als dat de Russen en de Chinezen zelf met een nieuw systeemvoorstel komen. Nou, hoe aannemelijk is het nu dat er een nieuw systeem komt? Nou, Sarkozy en Brown die hebben al in 2008 gezegd dat er een nieuw Bretton Woods moet komen. Dus een grote conferentie over een geldsysteem. Paul Volcker die zegt, ga naar mijn blog en lees het allemaal, dat er een grote reshape moet komen van het financiële systeem. We hebben hier de former Bundesbank meneer die zegt dat het huidige systeem out of control is. Nou, het zijn allemaal aanwijzingen dat er hard wordt nagedacht over een nieuwe fase van dit systeem. En Soros, die volgens mij als een van de weinigen het systeem echt heel goed begrijpt, die zegt dat dit systeem gewoon kapot is. En it needs to be reconstituted. Nou, dat klinkt voor mij ook als een reset. En wat heel grappig was, dat Christine Lagarde in Davos een lezing hield, er staat een heel leuk filmpje op YouTube, waarbij ze het woord reset 10 keer gebruikte in 70 seconden. Ze pleit trouwens ook voor redistribution of wealth. Dus pas op als u spaargeld heeft. Het IMF weet dat we ons niet uit de problemen kunnen groeien. De crisis is nog lang niet voorbij. Er is een interessant rapport verschenen op kerstavond, waarin ze schrijven dat de autoriteiten veel te positief zijn in hun verwachtingen en dat er een schuldherziening moet komen. En dit is heel interessant. Het is een moeilijke grafiek, gaan we uitleggen. Vanaf 1880 zijn er verschillende crisissen geweest, bankencrisissen, kredietcrisissen, dat zijn al die verticale banen. Dit is de schuldpositie van de ontwikkelde landen ten opzichte van BBP. Dus na de Tweede Wereldoorlog hadden we een enorm hoge schuldpositie en die hebben we nu weer. Alleen het IMF verzwijgt dat het geen 90% is, maar inmiddels 110%. En toen zat ik op na te kijken gisteren. Ik denk, waar haal ze 90% vandaan? Dat was in 2009. Want deze grafiek komt uit mijn boek. En 2009, ja, toen was het 90%. Dus ze stoppen gewoon bij 2009. Om niet te veel alarm te slaan, dat het inmiddels nog veel hoger is. Gewoon een rapport van kerstavond 2013 van Rogoff en Reinhardt. Heel raar. Maar goed. Het blijkt dat elke keer als er zo'n kredietcrisis is geweest, met name met hele hoge schuldenpositie, dan is er een schuldsanering geweest. Dus dit grijze blok wijst op een schuldsanering van staatsobligaties. Hele grote schuldsanering. Het enige wat we nu nog missen is de grote schuldsanering. Die moet dus komen. En schuldsanering, wat houdt dat in? Dat staatsobligaties worden afgestreept voor 20%, 30%, 40%. En dan zeggen de pensioenfonds straks, ja, maar dat hebben wij niet aanzien komen. Wij zaten toen niet in de zaal bij de Erasmus. Want zit hier een pensioenfonds? Nee. Het is heel grappig. Die betalen we allemaal, hè? Miljarden om voor ons ons geld te beheren. Ik denk niet dat we zaterdagochtend om 8 uur hier gaan zitten. Ze zouden wel gek zijn. Met 2 boekhoudkundigen. Kijk, die centrale bankbalansen zijn helemaal uit het lood geslagen. En die centrale bankbalansen die moeten onder controle worden gebracht. Met 2 simpele ingrepen kunnen we tijdens een reset die centrale bankbalansen weer onder controle krijgen. Wat gaan we doen? We doen een schuldsanering. De Federal Reserve heeft namelijk een balans van 4.000 miljard. 2.000 miljard daarvan is geld wat ze hebben geleend aan de Treasury. Ter dekking van alle begrotingstekorten. Als de Treasury nou zegt, afspreek met de Fed, dat hoeven we niet meer terug te betalen. Dan zetten we daar gewoon een streep doorheen. Dan is de balans gehalveerd. Dat is truc nummer 1. Heel makkelijk uit te voeren. Een andere truc. Op de balans van Federal Reserve staat een goudpositie te waarde van 11 miljard.
hoezo kan er 11 miljard, waarom zo weinig? Amerika heeft 8000 ton goud. Ja, Amerika heeft 8000 ton goud. Maar die waarderen ze tegen $42 per ounce, de historische kostprijs. Amerika doet net alsof goud niks meer waard is. Als Amerika nou dat goud gaat herwaarderen naar $4200 per ounce, dan wordt die 11 miljard wordt opeens 1100 miljard waard. Als ze goud gaan herwaarderen naar 8400 miljard per ounce, wordt die positie opeens 2000 miljard waard. Dus met twee boekhoudkundige trucs, op een zondagmiddag, wordt de hele centrale bankbalans geherkapitaliseerd. Geniaal, toch? Maar wordt er dan al over gesproken, over debt restructurings? Ja, kijk maar, een bericht van februari 2013. Alleen, we moeten er niet te hard over praten, want daar kunnen de markten van gaan schrikken. En daarom hoort u daar niets van. En als je erop googelt, oh kijk, allemaal plannen voor sovereign debt reconstructurings. Dus het gebeurt allemaal al, alleen ze vertellen het u niet. Mijn laatste slide van nog 1 minuut. Ik ben dol op al autoriteiten, vooral als ze met pensioen zijn of voordat ze aan hun carrière beginnen. Dan zijn ze nog geen autoriteit, maar lees dit en dan weet u genoeg. Ik dank u. There's no way to protect savings from confiscation through inflation. En daarom moet er inflatie zijn, mensen. En de enige manier om uw geld te beschermen is om goud te kopen, zilver te kopen, andere hard assets te kopen. Koop alles wat de overheid niet bij kan drukken. In ons fonds kopen we alleen maar zoveel mogelijk ounces in de grond. Hoe meer ze dalen, hoe leuker we het vinden. Het is niet leuk voor de huidige participanten, want die kijken tegen verliezen aan van 40%, 50%, 60%. Dat is allemaal tijdelijk. Want wij kopen een ounce in de grond voor $20, $30 per ounce. En binnenkort zijn die veel meer waard. Ik dank u voor uw aandacht.